Ter herdenking van de vliegramp van 7 juni 1989 vond vanmorgen een bloemenhulde plaats bij het monument aan de Jagannath Lakshmanstraat. De bloemstukken werden door minister Albert Jubitana van TCT en SLM-directeur Paul de Haan geplaatst. 32 jaar geleden stortte kort voor de landing het vliegtuig neer met aan boord Surinaamse Nederlanders, toeristen, een deel van het kleurrijk elftal en de muziekformatie de Draver Boys. Tijdens de korte herdenking van morgen hebben zowel minister Jubitana als directeur De Haan duidelijk aangegeven dat deze gebeurtenis een speciale plek heeft in hun hart. Zij spraken de hoop uit dat de liefde ons mag blijven verbinden en dat een eventuele winst van onze nationale voetbalselectie morgen wordt opgedragen aan het kleurrijk elftal.